Ruim 7600 donateurs en bijna 300 deelnemers halen geld op voor onderzoek naar kanker tijdens Nijmeegse zwemactie. Een kleine 300 sportievelingen namen zondag deel aan de Nijmeegse editie van Swim to Fight Cancer. Een zwemparcours waarmee geld werd ingezameld voor onderzoek naar kanker. Oorspronkelijk zou dit in de Spiegelwaal plaatsvinden, maar door de aanwezigheid van blauwalg moest de organisatie uitwijken naar het overbetuwse Valburg. Dat mocht de pret niet drukken en zo werd er nog veel geld opgehaald door de deelnemers. Ja, we staan hier aan de jubileumeditie, de 5e editie van Swim to Fight Cancer Nijmegen. En ja, je zult misschien kijken, de achtergrond, het is niet Nijmegen. Nee, we zijn op dit moment op een andere locatie. De Spiegelwaal Nijmegen was de eerdere 4e editie. Een prachtige locatie waar wij op mochten zwemmen. Helaas, door blauwalg in de Spiegelwaal hebben we ons event korte termijn heel met korte lijntjes moeten verplaatsen. Hier naar dit waterlandgoed hier, waar we zeer wenselijk te gast zijn. Ja, een hele groep. Zijn jullie ook een team? Ja, wij zijn team Koen & Co. Team? Koen & Co. En wat is de reden dat jullie hier graag aan mee willen doen? Spontaan bedacht. Maar we kennen allemaal wel iemand die of aan kanker overleden is of kanker heeft. Of heeft gehad. Dus, maar het is spontaan gebeurd. Okay, dus dit is denk ik dan ook de eerste keer dat jullie... Ja. En we zwemmen ook nooit, dus het wordt even afwachten. De afgelopen 4 edities hebben we al meer dan €500.000 bij elkaar weten te zwemmen. Door de zwemmers, maar ook door de donaties vanuit sponsoren en dergelijke. Ja, en we hopen er dit jaar weer een heel mooi bedrag bovenop te zetten. Er zijn meerdere instanties waar wij het geld gaan verspreiden. Maar onder andere lokaal naar het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. En het mooie is dat onze professor-doctorandus Carla van Herpen. Zij is een zeldzaam kankerdiagnostiek onderzoeker. En zij zwemt ook vandaag zelf mee. Dat is, hoe mooier kan het om de cirkel rond te krijgen. Als donatie te ontvangen. Maar ook nog eens zelf donaties bij elkaar te zwemmen. Door mee te zwemmen aan dit prachtige evenement. Ja, dat is net zo mooi. Dan gerust richting ponton. Moet het rugnummer... Nou, oké, of het rugnummer is er niet wat staan. Jullie gaan zo ook het water in. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ik zeker wel. Ik kan wel zeggen, ja, maar we gaan het proberen in ieder geval. Hebben jullie een beetje voorbereid? Wij hebben geoefend, maar we hebben niet de 3 kilometer vol kunnen maken. Dus het maximale is 1900 meter wat we gezwommen hebben. Oké, en hoe was dat oefenen dan? Was het zwaar? Viel het mee? Ja, het was op zich wel te doen. Maar ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Het was een beetje saai, het duurt lang. Maar ik ben benieuwd of we het gaan halen. Een mooie sportieve prestatie te leveren. Iedereen heeft ook wel iemand... Nou, we gaan zo meteen om 1 uur gaat hier het startschot klinken. Dat gegeven wordt door de burgemeester van Nijmegen, Hubertus Bruls. Dat is ook eigenlijk wel bijzonder dat hij buiten de gemeente hier het start mag geven. Maar daar hebben we ook uiteraard toestemming gekregen vanuit de gemeente hier. Maar er gaan straks 281 zwemmers van start, verdeeld over meer dan 40 teams. Ja, zij gaan de komende uren dus 400, 800 meter, 1500 meter of zelfs 3 kilometer zwemmen. Ja, in totaal is er ruim €176.000 opgehaald tijdens de Nijmeegse editie van dit evenement. En afgelopen weekend kon je in heel Nederland weer een kijkje nemen op bijzondere locaties tijdens Open Monumentendag. Ook in onze regio zetten veel monumentale panden hun deuren weer wijgewaard open. Zo brachten wij onder meer een bezoek aan de Tuut. De Tuut, een appeltern, is een stoomgemaal. Deze is erg bijzonder in de regio. Hij is de laatste nieuwgebouwde in Maas en Waal in ieder geval. We hebben de 8 gehad en de installatie overgebleven is. En die is in de Eerste Wereldoorlog gebouwd. 1918 is die in bedrijf genomen. Ja. Binnen bij de Tuut staan de stoommachines. Deze zorgen ervoor dat het waterpeil niet te hoog komt te staan. Dat betekent dat we water pompen van de ene kant van de dijk naar de andere kant van de dijk. En de functie is het waterniveau op peil houden, dat wij niet verzuipen in de polder. We hebben 2 pompen die elk 220 kubieke meter per minuut kunnen pompen. Dus die worden een paar meter omhoog gebracht daardoor, waardoor ze over de dijk worden gezet, het water. Want daar gaat het even om. Hè? Dus wat binnen
dijks gebeurt, dat wordt over de dijk heen gezet. Maar het hangt van de stand van de rivier af ook en het waterstand in de polder. Iets verderop in Afferden kon ook een bijzonder monument bezocht worden, namelijk de Oude Toren. Nou, deze hele oude toren van de 14e eeuw, die is in 2004 in handen gekomen van Stichting de Oude Toren. En met als gevolg dat we met vrijwilligers en heel veel hulp deze toren hebben gerestaureerd. Die was helemaal vervallen, hij was oud en dergelijke. En we hebben hem nu gerestaureerd met allemaal vrijwilligers. In de 14e eeuw stond hier eigenlijk ook een kerkje aan en die is op een gegeven moment... kerk is weer afgebroken en daardoor is er een toren overgebleven, een verdedigingstoren is het eigenlijk. En die is nog steeds blijven staan en daarom noemen we het ook de Oude Toren, omdat het echt uit die tijd is gekomen. En daar heeft de kerk aan gestaan, maar die is helaas weg. Ondanks dat de kerk die bij de toren hoort er al een tijdje niet meer staat, heeft de toren toch enkele bijzondere eigenschappen. Nou, het allermooiste vind ik eigenlijk wel dat hij midden in het dorp staat en dat je hier altijd mensen kunt ontmoeten. Binnen in de Oude Toren is ook een expositie van Anton van Wely. Dat is een wereldberoemd iemand, geboren hier in Afferden. Hij is kunstschilder geworden en wereldberoemd. Hij heeft in drie pausen geschilderd. Het Koninklijk Huis hier heeft hij verschillende mensen geschilderd. Overal had hij zat hij in Engeland, in Londen, in Italië, in Spanje, overal had hij dus... Eindelijk heeft hij zijn werk gedaan, dus ook heel veel beroemde mensen ook geschilderd, ook van toneel en noem maar op. Het bovenste gedeelte van de toren was speciaal voor Open Monumentendag geopend, maar het onderste gedeelte is het hele jaar door te bezoeken. In een woonwijk in Beuningen is maandagochtend een lichaam gevonden. De politie meldt dat het gaat om een 77-jarige vrouw uit Beuningen die sinds zondag werd vermist. Agenten troffen het lichaam aan in de Tienerslaan. Meerdere hulpdiensten kwamen vervolgens naar de straat. Brandweer heeft witte schermen geplaatst om het zicht op de doden te ontnemen. En volgende week dinsdag tot en met donderdag gaat de spoorbrug bij Nijmegen op slot. Er zullen die dagen geen treinen over de brug rijden. Het spoor zal die dagen definitief worden opgeknapt. Eind juni werd de spoorbrug ook al hals over kop gesloten, omdat deze instabiel bleek te zijn en daardoor gevaarlijk voor reizigers. Voor de tussenliggende periode werd een tijdelijke oplossing bedacht. De kabouterboom in Beek is in de race voor de titel van Boom van het Jaar. Nadat de eeuwenoude kastanje de titel met de hakken over de sloot al binnen de gemeente Bergendal pakte, dinkt hij nu namens de hele provincie Gelderland mee naar de nationale prijs. In totaal doen er 12 bomen mee uit elke provincie 1. Er kan momenteel worden gestemd via de website deboomvanhetjaar.nl. Ja, de jaarlijkse popronde is zaterdagavond weer afgetrapt in Nijmegen. Dit jaarlijks reizende muziekevenement zal de komende 10 weken zo'n 40 steden in Nederland aandoen. Beginnende artiesten kunnen zichzelf hierbij presenteren aan het publiek. Het stadsschort werd dit jaar gegeven in de Stevenskerk, waar Tweede Kamerlid Lisa Westerveld en oud-popronde kandidaat zangeres Mo het zogenaamde beginakkoord gaven. Hoe is de aftrap gegaan? Tot nu toe angstig goed, want je bent natuurlijk super paranoïde dat op zo'n dag met 100 shows dat het aan alle kanten fout gaat. Maar tot nu toe zijn er wat kleine brandjes geblust, maar nog niks ergs. En het middagprogramma in de basis was ook een succes, dus tot nu toe ben ik heel tevreden, ja. Er zijn elk jaar weer meer dan 1000 inschrijvingen en het is elk jaar weer een hele grote klus voor mijn collega's om daar de dingen tussen te zoeken. En soms worden er moeilijke keuzes gemaakt omdat er voor bepaalde genres maar een bepaalde hoeveelheid plekken is. Maar, ja, dus echt nog meer dan voldoende aanbod. Popron zit in de BIS, in de basisinfrastructuur voor cultuursubsidie. En dat houdt ons draaiende. En het is een beetje wij van WC, maar ik denk ook dat het terecht is. Als je kijkt naar artiesten en hun carrière en de stappen die ze maken, is Popron wel vaak echt een essentiële stap daarin. En ik denk dat het belangrijk is dat dat bestaat. Ja, vanavond geopend samen met Lisa Westerveld. Hoe was dat? Ja, heel leuk. Ja, wel heel bijzonder of zo dat je dan dit ineens mag openen waar ik zelf nog 2 jaar geleden stond. Is het belangrijk dat dit soort festivals bestaan voor artiesten?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. De muziekindustrie is natuurlijk niet een makkelijke industrie. En ik denk dat het heel belangrijk is dat beginnende artiesten een podium krijgen en op zo'n manier kunnen gezien worden eigenlijk. In 2021 deed Mo zelf mee aan de popronde. Als aandenken hieraan kreeg ze zaterdag een mooie foto van die avond overhandigd. Na deze kickstart en meteen een nummer 1 hit is Mo ook nu weer druk met het maken van muziek. Sowieso op dit moment zit ik in Beste Zangers. Dus komen er elke week weer nieuwe liedjes van Beste Zangers. En een beetje tegen het najaar komt er weer wat nieuws aan. Dus daar heb ik heel veel zin in. Waar beginnende artiesten hun eerste show spelen tijdens de popronde, staan de gezettelde namen natuurlijk op de festivals. Zoals dit weekend op Appelpop in Tiel. Het was de 30ste editie en misschien ook wel gelijk de warmste ooit. Het gratis festival creëerde extra schaduwplekken en er waren gratis watertappunten. Ondanks de hitte wisten muziekliefhebbers het festivalterrein aan de Waalkade ook dit jaar weer te vinden. Wat vinden jullie van Appelpop? Ik vind het echt geweldig. Appelpop is geweldig en een beetje warm nu, maar het is goed te doen. Ja, leuk. Appelpop is top. Ja, fantastisch. Ja, ontzettend leuk. Ondanks de hitte hebben de bezoekers het allemaal goed naar hun zin. Met namen zoals Maan, Raccoon, Joost en Kraantje Papi was er voor ieder wat wils. En wat vind je van de line-up van dit jaar, van de artiesten? Ja, goed. Ik vind ze minder leuk dan vorig jaar, want vorig jaar waren er meer die echt van deze tijd waren. Ja, leuk. Ik kijk heel erg uit naar Dirty Daddy's. Joost zometeen, dus we moeten even gaan haasten. Kraantje Papi. Dus ik heb er zin in. Supergoed. Ja, ik vond vorig jaar ook wel wat leuker dan dit jaar. Ja, ik ook. De artiesten zijn gewoon een stuk minder leuk dan gewoon vorige jaren. De hitte speelde dit jaar een grote rol binnen de organisatie van het festival. Zo zijn er gratis watertappunten geplaatst, zijn er extra schaduwplekken gecreëerd en staan de grote ventilatoren in de tenten. Het is warm, hoe ga je daarmee om hier? Ja, niet te veel bier drinken, denk ik. Ja, ik heb heel goed ingesmeerd en lekker luchtig gekleed. Ik denk dat dat het beste is en schaduw opzoeken. Er zijn ook waterpompen neergezet, hebben die nut? Ja, dat heeft heel veel nut voor mensen die geen bier drinken. Ja, ik vind het wel prima, maar dit jaar is het veel heter dan vorig jaar. Ja, wat ze ondernomen hebben is gewoon helemaal super. Warm is het toch? In de tent zijn er wat ventilatoren, begreep ik. Af en toe voel je een windje, maar meer niet dan wel. Maar goed, met zoveel mensen is dat ook wel te begrijpen. En weet je waar de naam Appelpop vandaan komt? Ja. Zeg het eens. Uit Tiel. Ja, uit Tiel, ja. Nee. Maar het komt vanuit een fruitcorso. Dat is een soort van carnavalsoptocht met fruit. Als ze klaar waren met de corso, kregen ze dat feestje, toch? De bezoekers hebben nu alweer zin in volgend jaar. En er zijn wel een paar artiesten die ze graag willen zien op Appelpop 2024. Nou, ik heb wel meerdere. Bluff was top gisteren. Rolf Sanchez. Ja, ik denk nog een keer Antoon. Ook Antoon. Ik zou wel leuk vinden als Boef een keer kwam. Ja, ik ben heel groot fan van de jeugd van tegenwoordig. Maar die zijn misschien iets te groot voor Appelpop. En dan het weer. Het is voorbij, die mooie zomer. Tenminste, voor nu even. Na een tropische week krijgen we vannacht te maken met enkele regen- en onweersbuien die uiteindelijk voor wat verkoeling zullen zorgen. Morgenochtend trekken de laatste buien weg en wordt het toch nog zo'n 25 graden. In de middag en avond weer kans op enkele nieuwe regen- en onweersbuien. Woensdag is het op een enkele bui na droog en is de temperatuur inmiddels teruggezakt naar slechts 21 graden in de regio. In het volgende weekend piekt de temperatuur nog even naar zomerse waarde, maar de meeste zomer ligt nu toch echt wel achter ons. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van maandag 11 september. Volg ons ook op Facebook, X en op Instagram via RN7 Online. En houd voor het laatste nieuws natuurlijk onze website en app in de gaten. En wij zijn er morgen weer. Tot dan.